Vandaag bezoekt onze kaasspecialist Filip Vermander chef-kok Paul Hendricks van restaurant Annette. Dag Filip, welke kaas heb je vanmorgen meegebracht voor ons? Dag Paul. Ik heb de Oudbrugge Prestige meegebracht. Dus in principe, de Oudbrugge kent iedereen. Alleen de Oudbrugge Prestige is gemaakt met meimelk van 2008. Op het moment dat de melk het beste is, dat de koeien op de weide komen, kunnen wij een kaas maken die we heel gemakkelijk kunnen rijpen. Tot op vandaag 18 maanden oud, heel veel smaak. Kaas, pak deze, een Prestige. 18 maanden oud, daar zit wat pittigheid in, daar kunnen we gerust iets toch mee combineren. Ik zou combineren met wild. Dan gaan we een patrijs gebruiken. Ons room, ja. De kaas is er mooi in versmolten. Juist. Wat ik er nu nog bij doe, is een klein beetje aardappelpuree. Ja. Dat is gewoon natuuraardappel, gewoon een puree van een bintje erin roeren totdat een mooie zachte mousseline ervan krijgt. Eronder door mij. Paul, hoe ga je juist de patrijs bereiden? Ik kan een moderne techniek gebruiken, het laag temperatuur garen. Mm-hmm. Dus ik gebruik daar de reuner voor. En dit ga je nu kort aanbakken? Ja, juist op de velkant. Aan de overschot gaan we kleine koekjes maken. Ik kan gebruiken door een aperitief koekje. Ja. Ik kan het nu gebruiken in het gerechtje als een contrast. Het zijn gewoon lange reepjes. Op een bakplaat. Ja, en 2 keer 7 minuten in de oven. En toe. Brugge kaas, ieder zijn smaak.